Goedendag, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe kookvideo van de Proevenkast Nee. Mijn naam is Brian, ik werk hier in de keuken en vandaag gaan we truffelmayonaise maken. De benodigdheden voor de truffelmayonaise is een kom, een garde en wat eetlepels. De ingrediënten voor deze truffelmayonaise zijn peper en zout, worcestersaus, citroensap, mosterd en truffelpasta en natuurlijk olie. En 4 eidooiers in de kom. Om te beginnen, ga je de eidooiers opkloppen. Als deze opgeklopt zijn, dan ga je een eetlepel worcestersaus toevoegen. Vervolgens voeg je een eetlepel citroensap toe. Vervolgens een eetlepel mosterd. En dan ga je het rustig weer kloppen. En als het geklopt is, ga je de olie druppelgewijs toevoegen. En je moet niet in alles in één keer tegengooien, maar dan gaat de saus schiften. Dus dit toevoegen ga je weer goed. Roer het tot het een volle yoghurt is. Ondertussen niet te vergeten, voeg je natuurlijk peper en zout toe om het goed op smaak te brengen. Je gaat dus roeren tot het een volle yoghurt is. De dikte van een volle yoghurt. Als je het geroerd hebt tot een dikte van een volle yoghurt, dan ga je het proeven natuurlijk. Het smaakt wel goed. Ten slotte voeg je de truffelpasta toe. Hiervan ook 2 eetlepels. Nogmaals roeren. Lekker roosproeven. Heerlijk. Nou, eet smakelijk allemaal. Succes allemaal bij het thuis proberen. En laat weten of het lekker was.